kijkers, we zijn weer aangekomen in ons mooie Sims-wereldje. Precies op de plek waar we de vorige keer waren geëindigd. Je ziet mij hier op de wc zitten en zien te denken aan een wc. Oké. Je ziet ook dat Wouter, die ik nu bedien, dat hij nodig moet plassen en nodig naar bed moet. Wouter is probleem. Wouter gaat fout. Let op, waar gaat zijn broek plassen? Nee, doet hij het niet? Jammer. Ik had echt gehoopt dat hij zijn broek ging plassen, jongen. Dat was mooi geweest. Dan had ik views for life. Maar ja, Wouter die zetten we even aan het slapen. Dan nog, wat moet ik allemaal doen? Waarom? Waarom doe je? Is het kapot? Nee, ik doe net iemand anders gebruik. Oké, ik moet... Moet ik nou weer naar de wc? Ik zat net nog op de wc, man. Ik moet... Wat? Ik denk dat dat van net niet helemaal is afgemaakt dan. Ik moet ook nog even wat eten. Dat maakt coin zo meteen wel, want dat is voor coin. Nou, het gaat er weer beter met me. Ik moet alleen gaan slapen. Wacht. Ik moet... Oké, ik ga een koffietje zetten. Beter hou ik de werkdag dan gewoon vol. Want ik moet zo meteen om 10 uur moet ik alweer werken. Beter werkt het best goed voor de energie. Ja, pak dan ook. Pak maar meerdere drankjes. Nee, dit werkt echt nauwelijks. Nachtje doorhalen. Laat hem 24 uur achter elkaar wakker blijven. Ja, dat ben dus ik. Dat ben ik dus. Twan moet over een uur aan het werk. Ja, ik moet om 10 uur gaan werken. Hoe gaat het met Twan? Twan. Twan gaat goed. Ja, Twan gaat goed. Heeft ze de dagtaak af? Dat interesseert me eigenlijk niet. Nee, Twan heeft ze de dagtaak niet af. Lekker Twan. Ik moet echt snel gaan slapen. Oké, Twan moet over een uurtje. Twan moet zo meteen werken. Oh, ik moet... Oh, dammit. Kijk dan. Kijk hoe... Oké, ik moet serieus over 10 minuten aan het werk. Ik moet nu aan het werk. Huh, waarom deed ik de tijd nou terug? Ik moet nu aan het werk. Ik moet letterlijk nu werken. Gast, dit kan niet. Dit kan niet. Oké, ik heb een oplossing gevonden. Ik neem vandaag een snipperdag. Want op deze manier naar mijn werk gaan, dat kan natuurlijk niet. Werk verzuimen. Sander is op dit moment... Aan het werk. Wat? Sander is op dit moment... De baas van Sander vindt het waarschijnlijk niet zo leuk dat zijn dagje verzuimt. Oh ja, dan doen we het maar niet. Ga maar werken. Ideaal werk ga jij ook niet leveren. Dus daarom zet ik hem even op wat rustiger aanwerken. Rustig aandoen. Want zoals je ziet zijn energie, hij gaat denk ik in slaap vallen. Oh, felle kritiek! Het werk van Twan wordt voor het eerst beoordeeld en de reacties zijn zeer ernstig. Moet hij in verdediging gaan en zijn denkproces passeren uit te leggen of stilletjes aantekeningen maken en in de toekomst verbeteren? Dit is een moeilijke vraag. Verdedig het maar. Ik wilde nu klikken. Oké, de kunst. Prestatiegroei zie ik al staan. Twan heeft met zijn intelligente verdediging van zijn werk indruk op de klasgenoten en de docent gemaakt. De criticus had die mogelijkheid niet overwogen. Prestatiegroei gemiddeld. Lekker Twan. Twan kan toch wel iets. Hoe het bij mij op het werk gaat, rampzalig. Dit gaat echt heel slecht. Kan hij een kopje koffie? Ik zie net dat mijn karakter valt over 3 uur flauw. Shit. Rico is ondertussen ook aan het werken gaan. Storm die is even aan het koken. Die gaat zo meteen slapen. Nou gaat hij weer zijn avondziek maken. Die moet je even opbergen. En mag jij ook gaan slapen? Dan zijn eigenlijk alleen Wouter en Konje nog. En Wouter die zit wel leuk plezier te doen. Oh shit. Dit wordt ook weer een ramp voor Storm, grap. T-shirt roof. Het is t-shirt roof. Het is weer wasdag. Siko betreedt het washok om aan zijn o zo fijne klus te beginnen. En ziet een vreemde sim tussen de vuile was liggen. Siko belt de beveiliging. Maar de sim staat op schiet. Staat op en schiet de deur uit met een t-shirt van de topspeler.
Moet Zico de achtervolging inzetten of het aan de beveiliging overlaten? Nou, ik vind het niet echt normaal als je ineens iemand laat wegrennen, dus achtervolgen. Zico rent door de gang achter de vluchtende fan aan en probeert een arm te pakken, maar grijpt in plaats daarvan het ontvreemde t-shirt. Sim twijfelt even, maar laat het t-shirt dan los en rent weg. Goed dat Zico het shirt te pakken heeft gekregen. Want na nog eens goed te kijken, blijkt het geluksshirt van de topspeler te zijn. Prestatiegroei, klein lekker. Twan is thuis, heeft 184 simiones verdiend en een geweldige werkdag geleverd. Goed gedaan, Twan. Wat zijn jouw taken? Stagtaak, schilderijen maken. En Twan heeft bijna een promotie verdiend. Dus dat doe je goed, Twan. Dat doe je goed. Ik wil dat jij een realistisch schilderij maakt. Een grote. Oké, mooi. Shit, de telefoon gaat. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Dude, waarom ben je niet naar het werk gegaan? Hij zit gewoon... Hup, naar het werk jij. De baas belt al. Gast, als de baas al belt dat je moet werken, ben je niet een beetje heel laat? Ik dacht, dan moet hij niet al lang naar het werk. Nou ja, hij is nu op het werk, dus dat komt allemaal goed. Veel te veel vaat. Oh jee, de vuile vaat stapelt zich op en Storm kan het niet bijbenen. Storm heeft de keuze om de vaatwasmachine propvol te laden of een deel van de afwas te laten staan. Ik zou het volproppen, dus dat zou Storm ook doen. En Oscar heeft vandaag 256 simdoekoes verdiend. Ik heb 369 verdiend, maar rampzalig gepresteerd. En wauw, Storm heeft mazzel. De vaatmachine heeft alle vaat die Storm erin heeft goed schoon gekregen. Storm ligt weer op schema. Prestatiegroei gemiddeld. Lekker Storm. Maar dan moeten we wel kijken, want ik ben nu natuurlijk echt... Ik ga zo meteen gewoon neervallen, dus ik ga meteen slapen. Wat de rest aan het doen is, je kan meteen beginnen met je dagtaak. Ja. Ja, ik moet ook gamen, maar laat ik maar gewoon eerst gaan slapen en dan gaan gamen. Jee, Huntington de derde wil even gezellig langskomen. Is dat ook? Nee, want ik ben aan het slapen. Of zal ik hem gewoon, nee, oppleuren. Ik wil jou niet hebben hier. Nou, dit is hem dan geworden, het realistische schilderij van Twan. Hij heeft 60 simdoekels erop verdiend, dus dat heb je weer goed gedaan, Twan. Twan die is wel goed lekker geld aan het verdienen, dus dat doe je goed, Twan. Wouter kan nu geavanceerde verbetering op sanitair toevassen. Hij kan ook bijzettafels met de houtbewerkingsbank maken. Wouter, je kan hele leuke dingen. Alleen, je gaat fucking mixen. Dus Wouter kan een bijzettafel maken, dus dan vind ik dat hij er meteen eentje moet maken. Chico heeft vandaag 133 simdoekoes verdiend en ook nog eens geweldig werk. Goed gedaan, Chico. En jouw dagtaak is natuurlijk weer trainen. Doe maar gewoon een energieke training. Maar waar ik in de vorige aflevering mee bezig was, was de bovenverdieping. Die is nu natuurlijk nog niet af, want ik doe nauwelijks iets buiten de opname. Dus die ga ik nu maar eens even heel mooi afmaken. De verdieping is dan gebouwd. Ik heb alleen nog niet echt genoeg geld voor eventueel licht en al die andere meuk. Dus doe ik dat nu nog niet. Maar doen we straks waarschijnlijk wel. Of misschien nog wel in de volgende aflevering. Twan heeft zijn mooie, mooie schilderij ook weer af. En Twan, wat ben jij... Oh, hij heeft best wel veel geld mee verdiend. Lekker, Twan. En zijn schilderijen taak, dagtaak is ook weer voltooid. Is die van Zico ondertussen al voltooid? Ja, nou... Oh, nee. Wat? Huh? Wacht even. Hè? Oké, ineens was random de loopbaan van Zico weg. Maar ja, die staat weer. Dus kan nu weer verder met zijn dagtaak. En wat we dan nog moeten doen? Wouter die is druk bezig met zijn ding te maken. Dat kan hij makkelijk afkrijgen. Iedereen is voor de rest aan het slapen. Op Storm natuurlijk na, want die moet werken. Dus ja, het gaat allemaal volgens plan. Niveau omhoog. Zico heeft niveau 4 bereikt van het fitnessen. Kan ook zware trainingen uitvoeren. Ik ben benieuwd. En ik zie dat Wouter een nieuw iets heeft gemaakt. Dus gaan we maar even snel bekijken. Wouter die heeft een mooie bijzettafel gemaakt. En daarop heb ik twee standbeeldjes die hij ook heeft gemaakt neergezet. Vind ik er op zich al leuk uitzien zo naast het. Trap. Eigenlijk ziet het er dan niet uit, maar ik moest het ergens laten.
Wat een dag. Storm is weer thuis en hij heeft 149 doekoes verdiend. Goed gedaan, Storm. En jij mag meteen ook in bedje kruipen. En dan hebben iedereen eindelijk aan het slapen om 12:30. 2 bedoel ik zelfs. Oh, plassen, plassen. Midden in de nacht. Het is weekend, dus dat betekent geen werk voor de jongens, maar toch wel andere dingen. Want Chico, die heeft bijvoorbeeld hier bij zijn... Chico die heeft hier bij zijn werk, heeft die dagtaak trainen, maar ook niveau 2 van charisma vaardigheid. Dus dat gaat hij even doen, dan moet je volgens mij toespraak oefenen en dan krijg je dat erbij. Charisma niveau 2 bereikt. Chico kan nu andere sims opfleuren. Kan best handig zijn eigenlijk. Oh, mijn telefoon gaat. Wat is er aan de hand? Wie belt er? Jay Hunnington, nou kom maar gewoon lekker gezellig langs. Dat is blijkbaar een vriend die ik heb gemaakt ofzo. Het zal wel. Kom maar gezellig langs. Oh nee, je zit zo'n vriend. Kan ik hem ook gewoon niet open doen? Nee, grapje, grapje. Hier, hoe doe je dit? Binnen laten. Binnen laten. Ik kan hem niet binnen laten. Wacht, ik moet eerst mijn dagtaak game af hebben. Wacht even. Oké, okay, kom eraan. Oh, hey. Wat doet hij? Oh, Coin is meteen... hij staat hier! Oh, Chico komt over een uur aan het werk. Oh joh, die is wel goed. Shit, laat maar. Chico gaat werken. Storm gaat werken, wat? Ik heb in het begin wel gekregen dat hij moest werken. Shit. Oeps. sorry Storm. Ik kan nu games modificeren. Oh, dat is best grappig. Dat is best grappig. Al dat houtsnijwerk. Oké, okay, Wouter heeft zijn houtsnijwerk hier weer af. Hup, weer een nieuwe maken. Hey. Huh? Gas, waarom kan je niet? Oh, dat ben ik. Ik heb down. Schilder niveau 5 bereikt. Twan kan nu pop art op een gemiddeld niveau maken. En een surrealistische en impressio... Dat schilderijen op een laag niveau maken. Lekker Twan. Twan is trouwens ook lekker aan het schilderen, zie ik nu ineens. Twanny boy. Ik zie een kikker. Chico heeft vandaag 133 simioleons verdiend en ook nog eens geweldig werk. Storm heeft vandaag 153 simioleons verdiend en ook nog eens geweldig werk geleverd dat ik niet van verwachtte toen ik zijn statussen zag. En natuurlijk gaat deze morrel weer in de nacht lezen en krijgt hij daar ook nog eens plezier door. Ga maar lekker slapen. Ik heb het een en al aangepast. Het klopt nog niet helemaal. Zoals dit is nu een beetje leeg. Dat ga ik echt nog wel opvullen hoor. Maar, prepare for de bovenverdieping. Ik heb hier de computers gedaan. Ik heb hier het sportgedeelte gedaan. Zodat de Sims een beetje fit blijven. Hier het mooie schilderij van Wouter. En ik heb hier heb ik Twans... schilderijen pleures ding neergezet. En die heb ik met een raam op de achtergrond gedaan. Vond ik er op zich al leuk uitzien. Maar dit was het einde van deze Sims 4 aflevering. Als je hem nou weer leuk vindt, doe dan die blauwe duimpjes omhoog. Bij de volgende aflevering kan ik jullie support en feedback verwerken. Want dit noem je nou weer vooruitwerk, zoals ik in de laatste paar video's überhaupt al heb gezegd. Zie ik bij de volgende video hopelijk weer. Dan zeg ik nog maar één ding en dat is... Later!